Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag maandag en nee, dat is niet waar. Het is vandaag dinsdag. Ik sta voor de deur bij Fleur. Wij gaan samen naar Amsterdam. We hebben afgesproken bij het management om even daar te gaan lunchen of een koffietje te gaan doen. In ieder geval, ik heb vanochtend al lekker gesport. Ik heb me opgemaakt, gedoucht en ja, ik ben... ready om naar Amsterdam te gaan. We zouden misschien ook nog een fotootje gaan maken. Maar even kijken hoe dat het weer doet. En of we daar zin in hebben. Ik merk echt aan mijn stem dat ik gewoon echt heel erg verkouden ben. En ik ben ook echt niet topfit. Ik ben best wel moe vandaag. Maar goed, ook niet zo gek. Ik stond best vroeg op vandaag. En ik moest gelijk sporten. Gisteravond ook gesport. Dus ja, best wel... intensief geweest en mijn handen zijn nog steeds trillerig van boksen gisteren. Ik heb dus gisteren eindelijk weer gebokst met Biba en ik vond het echt heel erg leuk. Maar het was wel pittig. En vanochtend dan ook weer sporten, dus ja, het hakt er gewoon even in. Ja, als Fleur er is gaan we naar Amsterdam rijden en dan ja, de rest zien jullie vanzelf. Oh my god, jongens. Ik heb er zo lang over gedaan om thuis te komen. Dat is echt niet normaal. Ik was hier 6 uur. En ik was 3:30 weggegaan uit Amsterdam. Nou ja, ik heb er in ieder geval 1 uur en 3 kwartier over gedaan om in Den Haag te komen. Toen was ik bij Fleur. En toen moest ik nog naar huis. Ja, ik was hier rond 6 uur. Echt vreselijk. Maar goed, ik ben nu thuis. Ik heb lekker gegeten net. Pastaatje gemaakt. Nu wil ik nog even wat dingen aan jullie laten zien. Want ik heb nog een cadeautje gekregen voor mijn verjaardag. Van mijn vriendinnen. En die heb ik nog helemaal niet laten zien. Tenminste, ja, in mijn vorige video zag je ze wel kort. Maar dit zijn ze. De Adidas Gazelle. En ik vind ze super leuk. Alleen ik moet echt nog even wat meer van deze kleur in mijn kast hebben. Want... ik heb nu eigenlijk vrij weinig in deze kleur. En ja, ik vind het wel leuk als je het een beetje ziet terugkomen in ieder geval. Ik heb een maat 39 1/3 geloof ik. Ja, 39 1/3. En ze zitten best wel een beetje krap. En ik heb normaal 39. Dus ik zou als je kiest tussen als je twijfelt tussen twee maten de grotere nemen. En ik heb zondag een diner gehad met Habs. En dat is mijn agency. En toen hebben we echt een mega goodie bag gekregen. En die heb ik eigenlijk nog niet echt geopend. Dus ik dacht, laten we dat even samen doen. Ik heb hier een headband van de Boozy Shop. De famous headband. Hoe schattig. Voor als je skincare gaat doen, dat je die zo op kan zetten. Haartjes naar achter. Cute. En dan een bottle van... Kabau. Dit vind ik wel chill, want op zich heb ik wel een nieuwe nodig. Oh ja, deze is wel leuk. Kijk. Heel schattig. Ja, vind ik een leuke fles. Dan van Moroccan Oil, een goodie bagje. Oh, het is een shower gel, een Moroccan Oil, een handcream en een fragrance mist. Oh, schattig zo'n cadeau pakketje. En dit, oh ja, fragrance mist. En dit is een Moroccan oil treatment. Een tasje van Elite Sports Nutrition, ISN. Oh, dit is heel leuk. Wat is dit? Even kijken. Dit is Iso Clear Whey Isolate. Ja, kijk, dit snap ik. Hier moet je gewoon een soort eiwitshake mee maken. Hiermee weet ik wel wat ik moet doen. Powder for the preparation of a high protein drink with sweeteners. In de smaak blackberry flavor. Hazelnut Noga flavor. En dit is whey protein plus koffie. Oeh, dat lijkt me wel lekker. Dan een muts van Björn Borg. Oh, schattig. Nou, ik ga in maart naar Lapland. Dus alle winter items komen goed van pas. Cute. Dan, oh. Easy Toys. Speelgoed. Een speelgoed ei. Next.
Oh, dit is een brow shape van Indie Lashes. Ik wist niet dat dit zo'n luxe cadeau was. Dit wil ik zien. Ik ga het gewoon scheuren, want ik moet weten wat erin zit. Paula's Choice Skincare. Oh my god, zit er nou gewoon een volledig... Er zit gewoon een full size in. Een full size Paula's Choice Exfoliator. Dit gebruik ik echt al mega lang. En de laatste tijd heb ik het een beetje weggelaten in mijn skincare. Omdat het bijna op was. En ik had gewoon geen zin om een nieuwe te bestellen. En nu heb ik er weer één. Dus ik ga deze zeker weer langzaam opbouwen. Dit is best een agressief product. Dus als mensen dit willen gaan gebruiken. Gebruik het langzaam aan. Want... je huid moet je er echt even aan wennen. Dus ik doe dit eerst misschien 4 keer in de week, 1 keer op een dag. En dan kan je dat gewoon een beetje opbouwen. Maar uiteindelijk kan je het een klein beetje 2 keer per dag doen. Dus dat. En dit is een Super Boost Moisturizer. Dan zit er nog een Soul Planner in. Jouw dagelijkse check-in voor mind, body en soul. Dan... We Love deodorant. Ruikt wel lekker. Maar het is een stick. Ik hou nooit zo van sticks. Oh, wat leuk. Nou, dit is echt heel leuk. Stels. Met Habs & Louis. Dit hebben ze echt leuk gedaan. Oh, dit vind ik heel leuk. Dit is ook trouwens echt een heel leuk cadeautje. Echt schattig. En dan nog een... Fugazi Clash Flower 1-2-3 Hyaluronic Glow Powder Indie Lashes voor je wankies Caramel Crush High Protein van Cabal, een protein bar waar ik heel benieuwd naar ben, want Fleur die zei op TikTok dat die heel lekker is. Nou, fucking veel toch? Dit is echt niet normaal. Maar ik ben heel erg dankbaar voor Habs dat ze dit allemaal aan ons hebben gegeven. Super lief. Hey jongens, wat haat ik het als ik ergens te laat ben. Ik had zo in mijn hoofd nagels 12:30. Nagels 12:30. En ik kijk. Net in mijn mail staat er opeens toch 11:30. Nou, gelukkig wordt het meisje bij mij in de straat waar ik mijn nagels ga doen. En ben ik alsnog op tijd. Maar ja, ik zie er nu niet uit. Maar goed. I gotta go. Jongens, pakketje! En het pakketje is van Kate June. En ja, ik heb hier laatst een samenwerking mee gehad. Dus ik weet al dat dit gewoon weer een heel chill pakket gaat zijn. Want ze hebben echt hele fijne kleding. Tada. Kate June pakket. Lieve Zoe, heel veel plezier van deze items. Deze broek is een van onze meest bijzondere artikelen. We geven hem ook eigenlijk niet weg. Voor jou hebben we een leuke uitzondering gemaakt. We zijn super benieuwd naar je December Glitter content die je hiermee zal maken. Enjoy, heel veel liefst, het team van Kate June. Super lief. Echt, ze doen elke keer super lieve kaartjes voor mij erin. Deze body. Echt prachtig. En die bodies zijn zulke goede kwaliteit. Ik had daar vorige keer ook al bodies vandaan. En het zit zo mooi. Het sluit goed aan. Het is best wel dikke en stevige stof. En ik heb het dus in de maat S. Ik vind bodies altijd best wel strak zitten daaronder. En het gaat wel eens schuren, maar dat heb ik dus bij deze niet. Dus dat vind ik echt heel fijn. Dus ik heb eentje met lange mouwen. En ik heb deze body. Gewoon met zo'n bandje. Dit is dus de mooie broek. En ik hoop echt dat ik hem pas. Want ik vind het altijd super moeilijk om jeans te bestellen. Maar kijk. Dit is... die jeans. En ik denk dat ik hem wel pas hoor. Het ziet er wel goed uit als een mooie maat. Maar kijk hoe leuk met al die steentjes. Echt super leuk. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe het van ons zal staan. En ik heb dus ook een leuke kortingscode voor jullie. En dat is 20%. Dus Zoe20. Dat is de code. En ga die zeker gebruiken. Als jullie op zoek zijn naar goede, mooie aansluitende bodies. Topjes, lange mouwen met kraagje. Ga echt kijken, want ik ben echt helemaal fan.
Dus ja, dat was mijn pakketje. Dat wilde ik even met jullie delen. Nou, wij wilden lekker even naar de kerstmarkt in Den Haag. Maar het feest gaat niet door, want we zitten in een auto met een lekke band. Dus we moeten nu wachten op mijn zwager. Want die is mijn automonteur en die is ook waar ik de auto heb gekocht. Ik ga hem zo bellen. We waren lekker aan het rijden en opeens voelden wij dat de band lek was. Althans, ja, die voelde dat. Ja, daar sta je dan. Jij snapt het niet hoor. Hè? Jij snapt het niet. Wat dan? Met dat. Wat? Dat is niet leuk. Ik heb het niet daarover, Pik. Oh. Ik wil wat anders. Het is vandaag donderdag en ik sta voor de deur bij mijn werk. Ik moet zo meteen dus werken. Ik heb een dagdienst. Maar ik ben dus gisteren met Jani in de mall geweest. En ik heb natuurlijk weer niks gevlogd, want dan ben ik weer vergeten zoals altijd. Maar ik heb wel leuke dingetjes gekocht. Ik moet het alleen nog even passen. Dus ik heb wel de bonnetjes gehouden. In de hoop dat het past en zo niet dat ik het wel kan terugbrengen. Dit topje van de Zara, die lijkt me echt prachtig. En leuk voor de feestdagen. Zo in je nek. Nou, helemaal mooi. Mooie kleur ook. Mooi stofje. En dan heb je dus een soort open ruggetje. En deze was €25,95 in een M. En ik ga gelijk de artikelcode noemen. 7385002307. Een rokje van de H&M. Super leuk. Ik vind deze kleur echt fantastisch. Beetje dat bordeaux. Miranda. De vlogcollega zat te zwaaien van kom je nog, kom je nog. Maar ze zag niet dat ik aan het vloggen was. Maar ja, die heb ik in de maat 34 gekocht. Omdat ik hem best wel ruim vond. En ik denk dat ik een 34 wel pas. Hoop ik. En hij was €24,99. En ja, hier staat niet echt een artikelcode geloof ik. Ik weet niet. Zoek gewoon op rood glitter rokje bij de H&M. En dan had ik nog iets bij de H&M. Dat is een muts. Want ik heb dus die nieuwe schoenen van Adidas. En ik dacht ik moet gewoon iets hebben daar om mee te matchen. Dus ik heb deze muts gekocht. Die was €10 van de H&M. En toen ging ik nog naar de Flying Tiger Copenhagen. Die winkel. Volgens mij heet die zo. En we gingen daar gewoon even een voor de lol. En toen heb ik lintje gekocht. Want ik vind het leuk voor aan mijn tas hangen of zo. Ik weet niet. Ik zie dat gewoon heel veel voorbij komen. En ik vind het helemaal een vibe. Dus ik dacht ik haal het. Oké, nou nu ga ik naar binnen. Lekker werken. Altijd leuk als je thuis komt. En alle pakketjes voor jou zijn. Ik ben vanochtend bij de wimpers geweest. En zoals jullie zien zit ik best wel vol. Ik had dit keer weer niet voor One by One gekozen. Maar voor iets voller. Maar toch ga ik volgende keer wel weer bij One by One hoor. Ik vind het toch wel iets leuker. Iets mooier. Iets natuurlijker. We gaan eerst even die drops aanbrengen. Want daar ben ik nu heel benieuwd naar. En ik wil wel een beetje bruiner zijn dit weekend. Er staat 1 tot 12 drops. Nou weet ik natuurlijk niet hoeveel ik er moet doen. Maar ik denk dat ik er 7 doe of zo. Ik hoop dat dat niet te veel is. Want er zijn daar helemaal oranje. Misschien doe ik er wel 6 om te beginnen. Je moet het dus mixen met moisturizer. En daarna moet je het pas op je gezicht doen. Dus we gaan even wat moisturizer in mijn hand doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, het ruikt wel lekker. Het ruikt echt naar de zon. Ik weet ook niet hoe lang het duurt voordat je het resultaat ziet. Want bij de een is het echt al na een paar uur. De ander moet je een nachtje slapen. Ja, ik heb geen idee. Ik ga mijn handen wassen voordat ik dat vergeet. Zo, ik ga dit even laten intrekken. En dan ga ik daarna wel mijn make-up doen. Dus dan ga ik nu eerst met mijn zus eventjes werken. We hebben weer wat events op de planning staan. Dus we moeten even wat dingetjes voorbereiden. Dus dat ga ik nu doen. En hopen dat ik dan dadelijk wat bruiner ben. Ja. Ja.
Echt hè? Hey, hallo. Ik heb helemaal niet meer gefilmd zowat, maar ik heb de hele dag een beetje gewerkt. En ik ben nu klaar voor de borrel. Jani en ik hebben natuurlijk die lasersalon en dat is in het gebouw waar mijn moeder ook zit en nog meer mensen zitten die ik ken. En daarmee hebben we dus nu een soort van kerstborrel afsluiting van het jaar. Nou ja, logisch dat Jani daar niet heen gaat. Het zijn allemaal vrouwen. Maar ik ken toevallig al die vrouwen, dus ik vind het wel heel gezellig om daarheen te gaan. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb gewoon een blazertje aan van Naked. Dit hele oude topje van de Zara. Met een broek van Naked. En ook mijn laarzen zijn van Naked. Ik moet alleen nog een tasje. En ik denk dat ik deze meeneem. Want sommige gingen best wel een beetje in de glitter. Dus dan heb ik ook nog een beetje glitter. Goedemorgen jongens, het is vandaag zaterdag en ik ga vandaag weer een soort van mijn verjaardag vieren. Ik ga uit eten met een vriendengroepje, met Dagmar, Vanessa, René en Marleen en Nigel gaat ook mee. En ja, ik heb er echt heel veel zin in. We gaan eten bij Vaderloos in Delft. Ik ken het niet, ik ben er nog nooit geweest, maar ik zag op het internet wel goede recensies. En daarna gaan we een escape room doen in Delft. En ik vind dat echt heel leuk. En daarna gaan we drankjes doen, denk ik. Nou ja, we gaan daarvoor ook al drankjes doen. Dus ja, ik heb er wel zin in. En ik ga zo meteen eerst even sporten. Nog even wat dingetjes doen. Dus ja, het wordt een beetje zo'n dagje dat ik eigenlijk niks heb gepland, maar wel wat moet doen. En in de avond pas. Ja, een beetje een raar dagje gaat dit worden, denk ik. Allereerst iets van FC Agency. Ik denk dat het een wenkbrauwserum is van Revitalash. Want ze wilden me eigenlijk het wimperserum opsturen. Maar ja, ik heb wimpers, dus dat is helemaal niet zo handig. Ja, dit is het wenkbrauw. High Def Brow Gel. Oh, brow gel. Ik dacht dat het een wenkbrauw serum was. Dan kan je zo lekker je wenkjes doen. En dan een pakketje van Coty Netherlands. Dit zijn altijd die dozen waarvan ik niet zo snap hoe ze open moeten. Oh, huh? Dit is van Burberry. Oh, nu ben ik heel benieuwd. Ik denk dat het een parfum is. Ja, oh my god. Ik ben heel benieuwd naar dit. Wat een leuk pakketje. Burberry Goddess. En het is de Eau de Parfum. Oh, ik ben heel benieuwd. Ik wil hem eigenlijk gewoon dicht laten. Dit is toch een perfect leuk cadeautje om weg te geven ook. Maar goed, hij is voor mij. Dus ik mag hem openmaken. Oh, het is ook een heel mooi flesje. En dan nu, of het ook lekker ruikt. Oh ja, ik vind het wel lekker. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik het lekker ging vinden, want ik ben heel lastig met geurtjes. Ik had gedacht dat Burberry echt best wel een soort van
oude geur zou zijn. Een soort van wat je ruikt bij oudere vrouwen. Maar ik vind deze echt heel lekker. Ik kan alleen niet omschrijven natuurlijk aan jullie wat ik ruik. Ik ben er heel slecht in. Oh, dit is echt een heel lekker geurtje. En ik overdrijf niet, jongens. Dit is echt mijn oprechte mening. Heel lekker. En dan hebben we nog een pakket van Opoly. Oh, maar die heb ik dus gisteren al geopend. En ik heb dus echt de allermooiste jurk ooit binnengekregen. Zoals jullie misschien wel weten, uit mijn vorige video had ik dus een jurk besteld voor de Masters Expo. Want dat was een beetje thema gala, black tie. En die jurk is helaas te laat binnengekomen, want hij is dus nu pas binnen. Maar hij is echt fucking mooi en ik ga hem sowieso houden, want ik heb hem gepast en die jurk is echt helemaal mijn. Gewoon, als je mij dan ziet lopen, dan heb je zo, this is her. En dan mij in die jurk. Ja, het is echt zo'n jurk. Als jullie het trouwens afvroegen of de zelfpruiner nog heeft gewerkt. Dit. Maar ik heb het niet goed uitgeveegd hier. Dus je ziet echt zo'n streep. Echt heel erg. Maar volgens mij verder in mijn gezicht zit het wel goed. Beetje, ja, het is een beetje vlekkerig, maar het valt wel mee. Het is alleen hier echt erg. Nou jongens, celebrating my birthday part 2. En ik ben nog ineens jarig geweest. Dit is de outfit. Ik heb deze top aan van de Zara. Die heb ik dus nieuw. Heel leuk. En ik heb mijn haar lekker strak gedaan, want ik moest het eigenlijk wassen. En ik had daar helemaal geen tijd meer voor, want dan had ik het ook moeten feunen en zo. Ja, dat had ik echt niet gered. Ik heb dit vestje erbij aan van... Waarvan is die eigenlijk? Oh, Naked. Hij is van Naked, want anders is het een beetje koud misschien. En gewoon een jeans van Naked. En ik ga dan laarsjes met hakje eronder doen, ook van Naked. En ik denk dat ik dit tasje erbij doe van Coach. Ik begin alvast. Nou, we hebben lekker eten. We zitten bij vaderloos. Maar we hebben allemaal vader, gelukkig. Ja, gelukkig wel. Ik denk de bediening niet. Met z'n allen proosten dan? Ja. Proost, cheers. Ching, 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 ching. Park? Ik vind dit als haar. Lekker man. Ja, laat ik echt koepen. Dat is dit oranje. Chapter Park. Dat is toevallig, want dat is van ook van de Freak Show, toch? Ja. Zij heeft niet uitgenodigd. Zij heeft dus een skateboard, maar dit is een skateboard. Leuk. Oh, ik ben nu heel benieuwd. Ja, het is niet ons probleem. Ik weet niet wat ze eten. Nou, het zijn wel een beesten. Nigel, wat een probleem. Ja, we gaan juichen. Zo, het is zondag jongens. Ik heb gisteren echt een hele leuke gezellige avond gehad. Ik heb echt weer mijn broek gezeken van het lachen. We zijn uit eten geweest en we hebben een escape room gedaan. Toen zijn we nog drankjes gaan doen. En nog even een kroeg in geweest in Den Haag. En ja, het was hartstikke gezellig. Weer een beetje uit de hand gelopen. Maar goed, ik was 3:15 ongeveer lag ik in bed. En vandaag ga ik naar Den Bosch met Jani. We gaan voor mijn verjaardag gaan we even een nachtje weg. En weer, ik ben nog niet jarig geweest. Maar al mijn verjaardagsdingen al wel bijna gehad. Ik heb mijn jas aan van de Zara. Ik weet niet of jullie het een beetje zien. En deze broek ook van de Zara. De welbekende jeans. En mijn nieuwe Adidasjes. En dan doe ik er een leuke muts bij. Die ligt beneden. Nou jongens. Zo. Fel licht hier. Ik weet dus niet of ik die muts nou zo leuk vind bij deze outfit. Maar het komt wel terug bij mijn schoenen.
Ik moet het even in geheel zien. I don't know. Ik denk dat ik beter gewoon die muts af kan doen. Zo, wij gaan even lekker eten. Lekker choppen. Chop, chop. Starbucks. Lekker Starbucks. Hoe heet het? Sausijs. Sausijs. Kijk je uit? Ja. Op de camera. Wil je broodje laten vallen? Ga je dit echt vastleggen? Ja. Nou, dan ga ik uit beeld hoor. Nou, zet dan even het beeld recht. Kijk eens jongens, wat een mooi cadeau ik heb gekregen. Je bent echt niet normaal. Kijk, op AliExpress gewoon. Echt dom jij. Volgens mij vaker mij gevraagd welke kleur ik wilde. Ja, je had het al gezegd hoor. Ik wist het al dat je die kleur wou, maar ik ging het even voor zekerheid vragen. Want ik dacht dat ik ze niet op tijd zou krijgen, deze kleur. Ja, ze zijn gewild. Overal zijn deze uitverkocht. Ze hadden nog een blauwe volgens mij, ze hadden nog die groene. Waar heb je deze nu gehaald dan? Online, gewoon bij Apple. Oh, gewoon bij Apple? Besteld, ja. Mooi! En moet je dit eigenlijk opladen of hoe zit dat? Ik zou het niet weten, jij moet weten. Is jouw telefoon. Oh, dat is ook nog plastic. Ik denk dat het wel erbij zit, toch? Is het niet gewoon een iPhone lader? Oh, dan ga ik aan iemand anders ga ik die dingen vragen. Want die kan je dan nog lichtroze erbij doen. Ja, dat zei je, ja. Oh, dat is zo fijn. Dat het over mijn oren heen valt. Ja? Want mijn oren zijn heel gevoelig op een koptelefoons. Ja, waarom? En ik hoor jou nu heel zacht. Ja? Ja, ik moet hem eens opzetten. Ik praat ook niet heel hard. Hè? Praat ik hard? Nee, ik zeg ik praat ook niet heel hard. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, jij hebt nog je bril ertussen. Maar je voelt wel dat dit echt gewoon een... Het sluit gewoon heel je oren af. Lijkt alsof je oren gewoon dicht zitten. Oh, mijn make-up. Oh. Wow. Nou, dan is die wel echt toegeëigend. Ja. Oké, ik ga zingen en dan moet jij raar uit. Nee, doe maar niet. Dat is niet nodig. Welke? Toto Afrika. Toto Afrika. Ja, dat is goed. Je hoort gewoon nu wat hij luistert. En? Lekker drillen. Taste test. Review. En? Beter dan in de. Nou, eten. Een hele goede frisse morgen. Het is lekker weer. Ja. Het is niet te koud. Het is ook niet te warm. En niet te warm. Ja. Nou, te warm is het zeker niet. Jammer joh. Nou, wij zijn bij Frenchies. Ziet er lekker uit dit. Ja. Naar huis. Nou, mijn cadeautje neem ik natuurlijk ook mee.